In het weekend was het aardig druk op de verschillende plekken waar personen zich tijdens de totale lockdown hebben laten vaccineren. Dit nadat president Chan Sant-Toki donderdag in de Nationale Assemblee had aangegeven dat het vaccineren is opengesteld voor ieder boven 18 jaar. Velen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de president en is het aantal personen dat de eerste prik heeft gehad gestegen naar 86.640. Het aantal personen dat nu volledig is gevaccineerd is intussen gestegen naar 21.436. Maar hoe belangrijk is het vaccineren om uit de COVID-19-situatie te komen? Hierover praten we vandaag in Onder de Loep. Een van harte goedenavond en welkom bij Onder de Loep. Het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering praten we over het belang van het vaccineren tegen COVID-19. Vanavond helaas geen columnist, maar na de break stel ik mijn gasten aan u voor. En aan mijn tafel vandaag Richard Kartomo, supervisor vaccinatie medisch centrum van het BOG. En Maureen Wijngaarde van Dijk, onderdirecteur medische zaken van de medische zending. Welkom mevrouw Wijngaarde en meneer Kartomo. Dank u wel. Ja, dank u. En kunnen we dan gelijk van start. En in mijn intro heb ik het aangegeven. Hoe ervaart u het vaccineren momenteel? Er is een rush op de vaccinatiesites en dat is goed. Alleen hebben we toch wel graag dat het ordelijker verloopt en dat er meer spacing is tussen de mensen. Want je wil niet dat zo'n vaccinatie gebeuren als een superspreader event zal werken. Ja. Dus daar hebben we heel veel aandacht voor. Oké. En u, meneer Kartomo? Ja, zoals mijn collega ook aangaf, het is heel druk, maar dat is ook een goed teken. De mensen zijn geïnteresseerd, de mensen zijn up-to-date van of ze willen gevaccineerd zijn, dus daarvoor zijn we heel blij. En we zijn dus allemaal bezig op de plekken de drukte ook te handhaven, ordelijk te verlopen. Ja, ja, want ja, het spreekt voor zich, een beetje tegenstrijdig misschien, net wat u eerder aangaf, dat je juist mensen komt om te vaccineren en juist besmet kunnen raken omdat de COVID-maatregelen niet in acht worden genomen. Ja, dat klopt. Nee, maar dat geldt voor sinds we vorig jaar maart in een uitbraak zitten in Suriname als onderdeel van de pandemie, hebben we erop gehamerd, om maar zo te zeggen, nadruk opgelegd dat je, waar je je ook bevindt, in staat moet zijn om een fysieke afstand te houden. Ja. Dus zodat je veel minder het risico loopt dat je het virus oppakt. Ja, ja, ja. En je zou denken, na een jaar, dat het normaal zou zijn dat we het afstand houden, Mohana maatregelen, dat het vanzelfsprekend zou zijn, meneer Kartomo. Dat klopt, maar ik zie nog steeds van, gisteren had ik nog een app gekregen van, wat is Mohana? Ja. Dus je begrijpt dus, mensen moeten steeds informeren. Mensen moeten steeds gerepeteerd worden van, volg de regels, volg het mondwassen. Mondkap, daarvoor staat die Mohana, mondkap. Handen wassen en afstand, dus Mahana. Ja. Afstand van meer dan 1,5 meter. Dus we moeten steeds weer zeggen steeds dat de mensen daar geneigd om steeds te informeerd te zijn. En daarom moeten we steeds mensen adviseren van hanteer de Mahana-regels. Oké. En als we kijken naar die website laatjevaccineren.sr, zien we dat hij tot gisteren geüpdate was. Ja. En de cijfers heb ik net voorgehouden, 86.000 zoveel. Betekent het dat die 21.000 die nu volledig is gevaccineerd, binnen die 86.000 zitten, of moeten we dat die Nee, die zijn dan optellen? Die zijn dan apart, dus dat moet je optellen. Okay. De 86.000 is mensen die alleen de eerste prik hebben gehad. Ja. En de
de 21.000 zijn mensen die beide prikjes hebben gehad. Dus we zitten daar nu op 108.000, ja. 78 als ik het goed heb. Ja, zaterdag is de 100.000ste dosis geprikt. Oké, en ja, het aantal sites waar je kan prikken neemt toe, daar kijk ik naar meneer Kartomo. Maar hebben we genoeg vaccins? Want we horen dat het vaccins nog moeten komen. Ik las laatst dat de Chinese overheid ons ook een 100.000 doneert. Zijn die vaccins er al? Kunnen we op deze trend doorgaan? Ja, natuurlijk. Vanaf de president heeft aangegeven dat we het kunnen openstellen. We hebben ook vooruit gezien van ja, dit hebben we nog. En we hebben afspraken nog met de Nederlandse ambassade van dat we morgen de vaccinaties binnen kunnen krijgen. En dat is de eerste batch van iets van 40.000. Dus we kunnen, dus zodra het binnen is, kunnen we ook zeker zeggen, natuurlijk, zodra het Chinese bodem is, kunnen we dan ook normale onze vaccinatieproces doorgeven. Dus iedereen boven de 18 jaar. Oké, maar die Sinopharm zal uitsluitend voor nieuwe ja, dus dat mensen voor, zijn, neem ik aan. Ja, dus want je kan niet combineren. Nee, we gaan niet combineren. Dus we houden er rekening mee. Dan als je bijvoorbeeld 40.000 doses binnenkrijgt in een batch, dan weet je dat je 20.000 doses eerste prik en 20.000 doses tweede prik okay. zal geven. Dus dat hebben we tot nu toe altijd zo gedaan met de AstraZeneca. En de, omdat je weet dat je, ja, je waarborgt het, want je hebt twee doses nodig. En dus we kunnen het aan, maar we hebben gezien in het weekend hoe het moet en hoe het niet moet. We hebben gezien dat hoe want de mensen zijn. Ze hebben zeker een vrees als we kijken naar het aantal doden van dagelijks. Ja, nou kijk, ik denk dat een, bij elk virus, elke bacterie, elke ziekte, moet je weten van wat is mijn risico om het op te lopen. Ja. En hoe moet ik dus mezelf beschermen zodat ik het niet oploop? En mocht ik het oplopen, hoe moet ik mijn anderen ook beschermen dat zij het niet oplopen? En een van de zaken is dus de mohanne. Maar verder ook dat je, hoe heet het, zorg dat je ook zo goed mogelijk fysiek en mentaal bent. Dus jezelf niet te veel vermoeien, op tijd rusten, gezond eten, gezond leven. Maar en in die public health maatregelen hebben we dus ook vaccinatie. Vaccinatie kennen we van zoveel jaren al. Bijvoorbeeld gele koorts was ook zo een dodelijke ziekte. Maar het is nu langer dan 45 jaar dat wij in Suriname een geval van gele koorts hebben gehad. Dus, en voorheen moest je elke 10 jaar je gele koortsvaccin halen. Ja. Maar sinds een aantal jaren is het zo dat je slechts 1 keer hoeft. Dus als je nu gele koortsvaccinatie hebt gehad, dan hoef je dat voor de rest van je leven niet meer. Okay. Aan de andere kant hebben we gezien dat met mazelen, dat is een bekende kinderziekte, bekend in die zin dat we nu grotendeels alleen maar weten van mazelen omdat we er tegen vaccineren. En je hebt dat er kleine uitbraakjes zijn in gemeenschappen, zoals in Nederland, waar men zich niet wil laten vaccineren. Dan heb je dat we tot een aantal jaren geleden content waren met 1 keer mazelenvaccinatie. Ja. Maar toen is het begonnen dat er geëist werd. Wil je studeren in de VS, dan moet je kunnen overleggen dat je je tweede mazelenprikje hebt gehad. Ja. En geleidelijk aan heeft dan de wereld, de rest van de wereld, dat overgenomen. En nu is de regel dat we onze kinderen vaccineren. 2 prikjes geven met mazelen. Okay. En ja, u benoemt het net. Dus we zijn niet onbekend met vaccinatie, zeker niet in Suriname, zeker niet in de wereld. Waarom denkt u, dokter Kartomo, dat er zo'n angst is nu? Kijk, de mens is zeker angst als het iets nieuws is. Hè? En zeker niet, als ze niet op de hoogte zijn van de juiste informatie. Dus
als de juiste informatie is aanwezig, maar ze worden steeds afgeleid door social media. Dus als ze naar de juiste informatie luisteren, dus vanuit het ministerie van Volksgezondheid, vanuit WHO, vanuit PAHO, dan zie je dat er vanuit het vaccineren mensen levens redden. En dus dat is het belang van het vaccineren, om eigenlijk je leven te redden, zodat wanneer je het ooit hebt, dat je dus weerstand ervoor hebt en dus verder niet in de IC hoeft te belanden en zo verder dus ook geen druk uitoefenen op het medisch personeel. Dus het belang van het goede informatie en dus niet afgeleid worden is gewoon luisteren naar of kijken naar de juiste informatie naar dus het ministerie van Volksgezondheid of WHO. En, laat je niet afgeleid worden. Oké, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want ja, die informatie komt vrijblijvend naar de mensen. Maar ja, dat wil zeggen, het lukt niet zo goed met de communicatie. Want als de regering zelf ook weet dat de meeste misinformatie komt van het social media, zou je dan niet denken dat ik ook op social media de juiste informatie moet geven? Ja, dus de social media, dus daarmee werken we ook. Via de social media de juiste informatie door te geven. Maar dan heb je ook mensen met influencers en hun followers. Dus daarmee moeten we eigenlijk ook richten. Gebruik de juiste influencers, richt de juiste informatie. Laat ze het ook begrijpen. Dus als één persoon het begrijpt, kan die ook de juiste informatie doorsturen. Ja, maar het is een, sowieso willen we dat de mensen op basis van informatie en op basis van bewijs die keuze maken. Ja, ja, ik wil die bescherming nemen. Ik ga ervoor. Want volwassenen zijn heel moeilijk. Volwassenen zijn altijd bang voor een prikje. Maar pas de als aan een hard ding, dan de suku als poëtie. Ja? Dus dat is normaal, dat weten we. Maar verder zijn volwassenen natuurlijk ook van, wat is dat ding precies? Ja. Leg me uit. Ja. En we denken dat in deze tijd we de radio en televisie bereik hebben. Maar laten we ons niet vergissen. We weten dat tijdens verkiezingen je overal bereik had. Ja. Maar je moet de zaken onderhouden. Dus, en na verkiezingen dan hebben we geen oog voor. Dus wat we moeten doen is zorgen dat, willen we tijdig de communicatie, de boodschappen doen, mensen doen bereiken, dan moeten we dus ook het onderhoud plegen van dat stukje, van die communicatiemiddelen. Ja. Verder, mensen die in de verre gebieden wonen, die hebben een grotere behoefte aan dat je face-to-face met hun kan praten. Iemand die ze vertrouwen. Toch? En omdat die, ze zien die persoon elke dag op de poli of ze zien die elke dag in het dorp, dat ze die persoon vertrouwen en die moet je dan vinden, ja. Zodat je die persoon die informatie kan geven, maar ook die persoon moet jou weer kunnen vinden wanneer die vragen krijgt, ja, vanuit de gemeenschap. Precies. Die hij niet kan beantwoorden, precies, moet hij jou ook kunnen vinden om jou die vraag te stellen. Ja, precies, dat je hem steeds zodat voedt. Zodat jij met, ja, hem kan voeden. Ja. Dus we moeten moeite doen om de mensen te bereiken tot waar ze zijn. Ja. Da? Ja. Oké, okay. We pakken even een korte break. Dan zijn we, gaan we verder met het programma. En welkom terug. En dan gaan we dan naar dokter Katomo. Het vaccineringsproces, hoe ziet dat in het kort even uit, dus landelijk? Dus het volk is dus eigenlijk geïnformeerd dat ze dus eigenlijk eerst online kunnen registreren. En dat gebeurt op plaatsjevaccineren.sl. Dus dat kan anytime online. Dus voordat u komt, probeer dat thuis alvorens te doen voordat u aanloopt. En kijk ook op het website welke dichtbijzijnde vaccinatiepost bij u kan, dichtbijzijnde, dus kan u dus gewoon daar aanmelden. U hoeft geen op afspraak te wachten van 17 of van iemand, je kan gewoon gelijk aanmelden, er zijn ook walk-ins. En natuurlijk, nu is er een hele rush en drukte, dus worden we nummervolgorde ook gegeven, elke vaccinatie heeft een eigen systeem van hoe ze mensen kunnen begeleiden en vaccineren.
op BOG kregen ze dus een nummer. En ze waren dus met het nummer dus gereguleerd. We keken ook naar degene die slecht ter been is. We hebben ook rolstoelen op BOG, dus we kunnen ook met de rolstoel begeleid worden naar binnen. Die mensen hebben dus ook een voorkeur, want ze zijn vanaf het begin ook een prioriteitsgroep binnen de samenleving dat we ze eerst moeten vaccineren. Dus we hebben een rolstoel voor degene die slecht ter been is. En maak afspraak dus met de wachter en kunnen die mensen dus gewoon makkelijk binnen begeleiden. Okay. Daar wordt er dus ook geregistreerd, zodat je aankomt. De registratie krijg je dus een formulier, vaccinatiekaart en gaat die naar binnen. Daar wordt de intake gedaan door een arts of een medisch verpleegkundige. Daar wordt er dus vragen gesteld als u ooit allergisch bent of als u andere chronische ziekte heeft of medicijnen gebruikt. En de arts gaat dus dan eigenlijk beslissen of u wel behoort of niet behoort tot vaccineren. Okay. Maar u zegt ik moet me online registreren. Ik doe dat en als ik daar aankom, moet ik ook weer hetzelfde wat ik online heb aangegeven, weer invullen op een blaadje. Ja, dat klopt. Alleen zodat we de informatie samen kunnen linken. Van, bent u online geregistreerd? Dus gewoon als een crosscheck? Precies. Oké. Okay. Ja, als ik mag aanvullen. Ja, graag. Dus nationaal, zoals dokter Kartomo aangaf, gebeurt dat dat je kan registreren online. Maar niet iedereen kan dat. Dus je kan ook bellen naar 178. Als je 178 bereikt, dan er zijn geen telefonische kosten aan verbonden. Dat is gratis. Voor de beller. Dat is gratis. Kan je daar doorgeven. En we hebben het gedaan voor het gemak dat je, dat je al geregistreerd bent. En dat we dan al kunnen weten van oké. En dat we dan dus wie we allemaal hebben. En dan gaan we ook weer de afspraken verdelen. Mensen werden opgebeld. Niet iedereen heeft het telefoontje gehad. Ja, precies. Dat weten we. Maar kijk, bijvoorbeeld, ik weet, als mijn ouders hebben hun mobiel, beide. Ja. Maar als ik ze iets wil laten weten via hun mobiel, moet ik ze bellen op je huistelefoon. Maar pa, kijk naar je mobiel. Maak je mobiel aan. Dus dat gebeurt vaak. Of is het, ze hebben hun mobiel pas aan, die oudere mensen, wanneer ze mobiel gaan zijn. Ja, toch? Ja, ja, ja. Dus dat gebeurt. En het kan ook zijn dat er door drukte, ja, dat er gebeld is geworden, maar dan één keer. Okay. Ja. Maar naast dus de sites waar je zo kan gaan, de ziekenhuizen, de RGD, dan hebben we ook de mobiele unit. Ja. Die gaat bijvoorbeeld, die is begonnen met bejaardentehuizen om daar te vaccineren. Maar ook andere plekken waar normaliter de mensen dus slecht ter been zijn of bedlegerig. En dan verzamel je een groepje en dan ga je dus daar vaccineren. Ja. Verder heeft de medische zending dus ook vaccinaties. Indien we de registraties via de poli genoeg hebben, een veelvoud van 11. Ja. Want uit één flesje haal je 11 doses. Ja. Kan je 11 mensen vaccineren. En als je een veelvoud hebt van 11 of 11 personen of 22 of ja, et cetera, dan gaan we. Je kan, als je hem eenmaal eruit gebruikt, kan je hem niet meer bewaren. Dus de instructies zijn van één flesje open. Je flesje open, dat mag je 6 uren zo houden. Je mag hem niet transporteren van de ene locatie naar de andere. Ja, ja. Dus als ik in het ene dorp ben, moet ik hem opgebruiken. Ja. Want stel dat ik dan daarna naar een ander dorp zou gaan. Oké, over het binnenland gesproken. Hoe loopt het met het vaccineren in Sipaluwini? En we weten dat het is geen Paramaribo en Wanica. Ja, nou, het binnenland heb je sowieso minder bevolking. Ja, op één plek. Ja, maar het binnenland is ook veel groter. Ja, precies. Toch? Dus de populatiedichtheid, je hebt minder mensen op één plek. Ja, ja. Dus, daarnaast heb je dat, kijk, ik woon in de stad. Dus wanneer die informatie is bij mij veel sneller gekomen. Ja. Toch? Het moment dat er een idee, ik wist van ja,
If Asani is there, dus mau mik wan vaccin, de mau suku fu mik wan vaccin. Dat weet ik. Dus mi bin isuka aan informatie. En ik ben dat blijven volgen en toen hoorde ik van oké, WHO heeft goedgekeurd voor gebruik in emergency situation, etcetera. Oké. Dus de tijd die ik heb gehad en mijn vaccinatie heb ik genomen medio maart. Dus de tijd die ik heb gehad is langer dan 3 maanden om mijn mind op te maken. Precies, toch? Om te zeggen het is goed, ik ga het nemen. Dus die ruimte moet je mensen ook geven. Maar kijk, wat het binnenland betreft, logistiek is erg duur. Ja, kan ik begrijpen. Toch? Dus als ik ga naar een plek, dan ga ik een crew toe houden en dan ga ik die informatie geven, et cetera. En dan moet ik de mensen ook tijd geven om hun mind op te maken. Precies. Hebben ze nog vragen, dan moet die gelegenheid er zijn. Dus we hebben gezien van, je gaat meer dan 1 keer gaan om te vaccineren. En hoe loopt het? Het loopt langzamer dan het loopt achter op dat met Paramaribo. Maar het begint te lopen. We zijn dinsdag voor de 2e keer in Powakka om de mensen van dat gebied te vaccineren. En de registraties, we hebben meer dan 70 personen. Ja. Dus morgen zullen we weten als inderdaad de mensen die ze hebben opgegeven, als zij inderdaad zijn gekomen om gevaccineerd te worden. En vrijdag zijn we in Klaaskreek. Daar hebben we niet zoveel mensen geregistreerd, maar het begint al te lopen. Ja, en het diepere binnenland? Het diepere binnenland zijn we nu zover dat mensen hebben gezegd van oké, we willen wel, maar in confusie met Utakatori. Net wat u eerder aangaf van. Toch? Want we hebben nog wat concerns, vragen, contactje. Ja. Maar dus, ze zijn niet onwelwillend? Nu zijn ze niet onwelwillend, maar dat was een aantal maanden geleden was dat wel zo. Ja. En dokter Kortomme, vaak als je naar de dokter gaat en de dokter zegt je moet gaan prikken, dan zijn er ook voorschriften van je moet op een nuchtere maag komen, je moet dit doen, je moet dat doen. Hoe zit het met het vaccin als je COVID gevaccineerd moet worden? Hoe ga je naar eerst prikken? Natuurlijk moet u gezond zijn, geen klachten. Maar iemand die een diabetes is of suiker patiënt, we moeten tenminste wat gegeten hebben tenminste om normaal zijn prikje te nemen, want dan heeft hij geen last van plotselinge wegvalling of zo. Dus natuurlijk goed eten, gezond zijn. En iets natuurlijk wil ik ook even vermelden dat vaccinatie is eigenlijk geen medicijn tegen COVID, want mensen komen even in de war, vooral met die rush nu. Yeah. Dus vaccinatie is een middel om je weerstand op te bouwen. Dus als iemand mogelijk COVID-symptomen heeft, ga eerst testen. Dan ga je swabben, kijk naar je situatie. Als het negatief is, ziek even uit als je nog klachten hebt. Als het geen COVID is dan, maar als je COVID bent, volg even de regels van de begaande, dus 178 en de artsen daarbij. Ja. En als ik al COVID heb gehad, moet ik dan voor mijn tweede vaccin of eerste vaccin? Ja, dus als je al COVID hebt gehad, kijk eerst naar de behandeling daarvan. Wacht op je ontslagbrief. Wacht tot het zeker is van je van de arts, van de behandelarts, een ontslagbrief gekregen dat je dus niet meer besmettelijk bent. Daarbij krijg je dus de regels dat je eerste prik en tweede prik nog normaal mag nemen. Maar kijk even naar de periode. Vraag even naar informatie aan je huisarts zelf. Dat u dus wanneer u bent besmet, COVID hebt en genezen daarbij, wacht even 4 weken tot je eerste prik mag hebben. Maar stel je bent 6 maanden langer, betekent dat je dus gewoon normaal eerste prik kan nemen, maar daarbij ook je tweede prik. Maar dus gewoon normale 8 tot 12 weken, dus als het AstraZeneca is, hè, 8 tot 12 weken daarna. Dus je zegt, als ik al COVID heb gehad een keer, dan geldt maar 1 prik? Jawel. En waarom?
is net als hoe het weerstand is, hoe vaccinatie is uitgelegd. Vaccinatie is meer om je weerstand op te bouwen. Dus nadat je COVID hebt gehad en je hebt het overleefd, ben je dus eigenlijk ontslagen als niet besmettelijk, heb je dus eigenlijk in feite al antistoffen in je lichaam opgebouwd. Ja. Wat het nu met vaccinatie is ook ongeveer hetzelfde. Dus ongeveer heb je dus eigenlijk dezelfde dosering gehad, of dezelfde batch. Maar nu dus met de eerste COVID ziekte die je hebt belopen, nu dan met ook vaccinatie erbij, heb je dus eigenlijk twee doseringen. Dus eigenlijk ben je dus volledig dan geïmmuniseerd of gevaccineerd. Dus je, die antistoffen zijn zodanig aangemaakt dat ze alles kunnen. Ja, nou, tenminste, het is tegen die COVID. Dus als je COVID-infectie langer is dan 6 maanden, dan ga je wel normaal de 2 prikken krijgen. AstraZeneca. Dus dat had dokter Kartome ook al gezegd. Dus als je 7 maanden geleden die infectie had, ga je je eerste prik krijgen en daarna, na dat interval, je tweede prik. Maar als je 4 maanden geleden geïnfecteerd was, die ziekte hebt doorgemaakt, dan zeggen we, dan is 1 prik voldoende. Omdat je al door de ziekte, dan is er nog genoeg beschermende stoffen in je lichaam. Ja. En dan gaat die prik gaat dat dan versterken. En is dat vaccin de enige manier om me te beschermen tegen COVID-19? Want dan kijk ik naar de natuurgenezers die middelen hebben. We kennen Suriname, we zijn Osedresisma, vooral het binnenland. Is COVID de enige manier of kunnen die andere middelen ook? Nou, kijkt u, het is niet alleen het binnenland. Osedresi, ik ben in Para opgegroeid, maar ik ben opgegroeid met Osedresi. Ja. Toch? Dus Osedresi, ik denk in alle culturen in Suriname, zijn er Osedresi's aanwezig. Ook de Bakra heeft zijn Osedresi. Ja. Dus iedereen heeft dat. Maar het gaat erom, wat voor kennis heb je over het middel? Ik kan praten over vaccin, omdat ik het ken. Ik ken het proces van ontwikkelen, waarvoor gebruik je het. En er is een bijsluiter, ik kan een bijsluiter lezen, en et cetera. Ik heb tijdens de studie heb ik veel geleerd over dat stukje. Dus ik ken het. Medicijnen, precies zo. Maar over Osedresi's hebben we geen tot weinig informatie. Maar je bent dringend gewoon. Ja, omdat je dat naar Quinty, toch? Ja, toch? Ja, toch? En ook omdat de persoon die het je aanbiedt. Kijk, als je mijn moeder, die gaf het me. En als mijn moeder zegt dat het goed is voor me, nou, dan gebruik ik het. Waarom zou ik daaraan twijfelen? Ja, toch? Omdat zij mijn betrouwbare bron van informatie is. Maar ik buurvrouw bij Konangasani, omdat ik buurvrouw was voor mij niet een betrouwbare bron van informatie. En als er dus een betrouwbare bron van informatie is die zegt van kijk, dit is deze Osedresi is goed enzovoort, dan heb jij als persoon, kan jij gaan kijken van oké, geloof ik het of geloof ik het niet. Ja. Die informatie die ik nodig heb om te besluiten, als het middel goed voor mij gaat zijn, beschik ik over die informatie. Ja. En dan neem je het besluit als je het gebruikt of niet. Maar ook wanneer je het gebruikt, moet je blijven kijken wat het effect is op je lichaam, op je gesteldheid. Dus kan ik het gebruiken of niet tegen COVID? Ja, dat kan ik niet zeggen, want wij hebben geen studies waaruit blijkt wat het effect is van een bepaald middel die uit deze bestanddelen bestaat en met deze dosering genomen moet worden om werkzaam te zijn tegen de ziekte. En kijk, een vaccin die is anders werkzaam als een medicijn. Toch? En voor zover ik weet hebben we tegen COVID geen medicijn nog gevonden. Wat we doen met de therapie is om jouw lichaam te helpen om de verschijnselen die ontstaan, om die te kunnen
om die te kunnen overwinnen, te kunnen doorstaan. Maar dokter Krater, er bestaat eigenlijk geen medicijn tegen virussen, toch? Niet voor COVID, ja. Maar ook niet voor andere virussen? Er zijn andere virussen dat we onderdrukken. Dat zou laten we houden op griepvirussen. Nee, griepvirus niet. Dus er was al de flu-vaccin, toch? Ja. Die was er ook al, maar dit is ook een soort griepvirus. Dus vaccinatie was er al dus. Ja, tegen griep. Maar medicijnen is er niet. En uw take op Osadresi, want de mensen geven aan, het is om hun weerstand op te bouwen. En als je kijkt, is precies wat we zeggen van dat het vaccin met je doet. Mm-hmm. Van dat je het lichaam alvast het kan herkennen. Dus wanneer je ziek wordt, dat je niet doodgaat, als het ware. Ja, dus wat dokter Wijngaard de Maurin zegt, ook we werken met studies en bewezen stukken. Dus indien het niet bewezen is, kunnen we dus eigenlijk nog geen uitspraak uitmaken van dat het een weerstandbooster is of een medicijn is. Dus ook tegen in dit geval tegen COVID. Dus wat we wel weten is dat er een COVID-vaccinatie is en het je leven kan redden. En dat is bewezen middels studies en daarom gaan we in werken. Okay. En ik vraag me af, de mensen die in die rush zijn gegaan het afgelopen weekend, de afgelopen tijd, om zich te laten vaccineren. Is het omdat ze zoveel informatie hebben gehad, ze zijn over de streep gehaald, of dat ze vrees hebben om niet dood te gaan? Want je kan twee dingen hebben. Je kan het begrijpen en je neemt het, dus je weet waarom je het neemt. En je kan zeggen van, hey, om in is mij dit de aladie. Dus moet je tikken als een moesboom. Ja. Dus is dat belangrijk om te weten? Wat vanuit biogeven, dus ook vanuit contact tracing, de positieve gevallen, wat ik ook zie vanuit het veld, is dat uit beide kanten dus meespeelt. Dus mensen zien dat naast de mensen dus hun familie doodgaan. En dus dit is de over de streep halen van ik moet nu wel vaccineren om het zelf te beschermen. Want de voorgaande familie die waren niet gevaccineerd. Dus dit is een push van laat me beschermen. Laat me mezelf beschermen, laat me vaccineren. Dus het is dus waar het drukte is, waar mensen dus ook te weten zijn gekomen van dit is de juiste middel, dit kan ik hanteren, dat gaat de mensen dus ook meer aantrekken. Dus Mofokraat gaat ook heel snel en dus dat is het wat nu afspeelt. Oké, vrouw Wijngaard. Ja, ik denk dat natuurlijk vrees speelt ook. Je wil niet doodgaan, maar je wil ook geen erge ziekte hebben. Je ziet dat COVID geen rekening houdt of geen uitzondering maakt. Je ziet mensen, oudere mensen, jongere mensen, mensen die productieve leeft, mensen waarvan je denkt van, nou, die is een sporter, die is gezond en alles. Dat onderscheid wordt niet gemaakt. Nee, absoluut niet. Ja. En wanneer de president oproept en zegt van, jongens, iedereen ouder dan 18 jaar mag gevaccineerd worden. Nou, dan ga je rennen. Dan ga je het halen. Omdat de president je oproept om je te beschermen. En kijk, ik denk dat voor COVID is het niet alleen dat de druk op de gezondheidszorg. En zeker niet alleen druk op de ziekenhuiszorg, maar ook de druk op de eerste lijn, de primary healthcare, RGD, medische zending, de particuliere huisarts, die is er. Want met COVID moet je ook de surveillance doen. Je moet de contact tracing doen. Ja. Je moet suspecten, moet je zwabben. En je moet ze in quarantaine zetten totdat je een uitslag hebt. Als je negatief bent, oké, hou we zo. Mohanna, al dat soort dingen moeten nog steeds gelden. Dus je voorlichting, dat gaat ook. Het legt op het hele systeem legt het meer druk. Ja, maar ook de mensen die, laten we zeggen, genezen zijn, ze zijn ontslagen. Ja. Die mensen, die hebben nog lang nadat ze uit het ziekenhuis zijn, voelen ze de nadelen van COVID, de gevolgen van COVID. Ja. En we pakken even een korte break en zijn we terug met het laatste deel van ons programma. En
En welkom terug. En we hebben gezien dat het afgelopen weekend, terwijl de mensen werden opgeroepen, de mensen gingen naar de verschillende locaties om zich te laten vaccineren, we toch berichten via social media hebben gehad van met name de RGD, dat er vanaf de leeftijd vanaf 30 jaar is. En dan geven ze aan hoe je naartoe moet gaan, in welke staat je moet zijn. Is dat niet een beetje conflicterend geweest, mevrouw Wegner? Ja, kijk u, wanneer, hoe heet het, binnen het coördinatieteam is het besproken. En wil je iets opengooien, om maar zo te zeggen, ja, dan het liefst wil je dat gefaseerd doen. Ja. Dat is ideaal. Precies. Dus dan zeg je van oké, dan nemen we de volgende groep 30. Het is niet alleen vanwege het bewaren van de Mohannen op de vaccinatiesites. Maar ook, je moet de capaciteit moet je ook kunnen opvoeren. Ja. Je moet de mensen hebben, want de vaccinatiesites worden bemand door mensen die vaccineren naast hun al bestaande werkzaamheden. Ja, dus die druk is daar heel groot. Juist, dus de druk is heel groot. En wat we hebben gezien met het zorgpersoneel is, wanneer worden mensen ernstig ziek, wanneer worden ze besmet, is wanneer ze moe zijn. Ja, en dat is je weerstand het laagste. Moe, je bent dan kort door de bocht wat betreft je hygiënische maatregelen, je infectiepreventiemaatregelen. En je weerstand is dan ook lager. Dus maar het virus, zijn weerstand is niet lager. Dus hij is nog even agressie. Sterk. Ja. Dus je gaat dan zieker worden. En we hebben ook gezien, niet al ons zorgpersoneel is nog gevaccineerd. Dus zij zelf hebben het beschermd. Ja, kijk, het zorgpersoneel, het zijn mensen die ook gewoon mensen zijn. Ja, ze hebben het zo druk dat... Ja, toch? Dus, maar als je zelf niet beschermt, dan loop je risico om ziek te worden. Hoe ga je mij dan helpen? Als ik ziek ben. Ja, want in het vliegtuig, als je ooit hebt gevlogen, zeggen ze altijd wanneer die zuurstofmasker komen, help eerst jezelf voor je anderen kan helpen. Precies. Maar moet er niet een, dokter Katoma, moet er niet dan een andere body zijn die erop toeziet dat de mensen die helpen, het zorgpersoneel, weet je, dan houden op, gevaccineerd is als eerste dan, voor we anderen gaan helpen. Ja, natuurlijk. We adviseren de mensen ook van gaan vaccineren, van bescherm jezelf, want jij bent ook in contact met COVID daar, want het zorg zelf doe je het ook met zorg. Dus natuurlijk adviseren we de mensen en we kunnen mensen ook niet verplichten, maar natuurlijk, we leggen ze natuurlijk uit van voor jezelf, ga maar vaccineren en jij bent eigenlijk nummer 1 prioriteitsgroep. Dus ze weten het en natuurlijk proberen ze over de push te sturen. Dus het lijkt me een beetje niet logisch dat met name het zorgpersoneel dat niet zou begrijpen. Ja. Dat ze zich moeten vaccineren. Heb je ook antivaxers onder die groep? Ja, ze zijn er. Ja, maar we kunnen ze niet verplichten, dus we doen ons best om elke dag steeds te adviseren. Oké, nou, dat was een beetje harder dan om het werk te doen. Want je weet zelf van, ze kunnen besmet raken. Ja. En als ze besmet raken, dan heb je, we hebben al heel weinig. Ja, dus, maar dat is het nu juist. Dus kijk, wat gebeurt er als een collega besmet is, collega van de werkvloer, dan is er een regel dat je gewoon doorgaat. Hè? Het is niet dat je dan de afdeling sluit en dan iedereen in quarantaine. Nee, de afdeling gaat gewoon door. De collega's, die krijgen de instructies om zichzelf te monitoren. 2 keren per dag. Natuurlijk, het afdelingshoofd kijkt mee in die monitoring. En bij 1 verschijnsel word je al geswapt. Dus, maar het werk gaat gewoon doen. Dus het is een extra belasting. Dus het is ook, wat je ook hoort is dat men zegt van kijk, het vaccin is er. Neem het vaccin, maar als je het niet neemt, wordt het een beetje acollegiaal gezien. Ja, ja. Want je brengt je collega ook in gevaar. Ja, ja, ja. Toch? Als je het zou krijgen en dan aan het werk komen en je
je draagt het over. Ja, ja, ja. Dus dat speelt ook mee in de zorg. Okay. En ja, over informatie gesproken. Veel van de antivaxxers, wat je van ze hoort, ja, het is een experimenteel vaccin. En ik heb niet zoveel informatie om te weten wat ik in mijn lichaam krijg. Mm-hmm. Dus daarom zou ik het onder andere niet doen. Ja, kijk, zoals we het hebben begrepen, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie het vaccin vrijgegeven voor gebruik tijdens de pandemie. Naar mijn weten, en is dit de eerste keer dat er een pandemie heerst en we in alle landen eigenlijk vaccineren tegen het virus dat die pandemie veroorzaakt. Ja. Toch? Het is alle vaccins die we kennen tot nu toe, dan wordt er gevaccineerd. Ja, er is geen uitbraak, althans geen pandemie. We hebben dacht ik 2016, hadden we één geval van gele koorts. Een toerist die in 3 weken in Suriname is verbleven en dan ziek terug is gegaan naar Nederland. Bij aankomst in Nederland direct op de IC is opgenomen. En in Duitsland is bevestigd dat het gaat om gele koortsvirus. Dus ze heeft het ergens in Suriname opgelopen. Of misschien is ze naar Frans-Guyana geweest, ze weten niet. Maar toen is er op de plekken waar ze is geweest en waar we weten dat die muskiet en die aap er is die het kan overdragen, toen is daar wel gevaccineerd. Ja. De bevolking is gevaccineerd tegen gele koorts. Oké, okay. Dus dat heeft ook een beetje geholpen, die contact tracing. Dus, ja, dus die dingen moet je doen. Elk geval dat je hebt moet je gaan onderzoeken waar is die persoon geweest, met wie geweest, et cetera, et cetera. Ja, ja. Dus het risico van. Ja. En, maar nu zitten we in een situatie waarbij die uitbraak er is. Ja. En tijdens die uitbraak ga je vaccineren. Daarom dat het belangrijk is wat dokter Kartomme zei. Iedereen, we hebben een poortwachter op de vaccinatiesite. Ja. Een poortwachter die met een temperature gun staat en jou ook je temp opneemt en jou ook vraagt naar die COVID-verschijnselen. Zodat mocht je een verschijnsel hebben, dat je het kan verwijzen naar de swap unit. Ja, ja. Dat je daar niet binnenkomt. Ja, toch? Dan is het nu belangrijker dat je gaat swabben. Dat vaccin kan later komen. Ja, en maar om het over te hebben, wat zit in het vaccin? Dat vaccin, laten we het houden op het vaccin dat we gebruiken nu, AstraZeneca. AstraZeneca. AstraZeneca heeft een deeltje van een verkoudheidsvirus heeft die genomen. Het is een onwerkzaam deel, dus het heeft geen effect. Maar dat deeltje dan bewerkt zodat wanneer hij komt in je lichaam, dat je lichaam geprikkeld wordt om beschermende stoffen te maken. Dat is het enige bestanddeel? Ja. Want je hebt ook theorieën van dingen zie je van magneten die blijven vastplakken op je lichaam. Ja, er zijn mensen, en dat is bekend, die meer dan normaal magnetisme hebben. Daarvan wordt in de traditionele geneeskunst gebruik van gemaakt. Dus het is, de mensen zijn al zo, al hadden ze het vaccin niet gehad. Ja. Ja, het is een, hoe heet het, is, dus dat is bekend. Okay. Dat je lichaam magnetische velden creëert. Sommige mensen hebben het minder, anderen hebben het meer. Maar dat is in elk lichaam zo. Toch? Okay. En in de traditionele geneeskunst wordt dat ook gebruikt. Yeah, yeah. En kijk wij bij artsen, bij de medicijnen, we hebben het geprobeerd. Ja, ja. Ja, toch? Met magneetjes en dus die koelkastmagneetjes. Ja, ja. Ja, en anderen met muntjes. En dan zie je, nou, muntje blijft plakken. Niet alleen hier, maar ook daar enzovoort. Ja, dus, ja. Dus, okay. Ja. En hoe teek daarop, dokter Kartom? Ja, dus wat dokter Maureen ook al zei.
mensen heeft magnetische velden om zich heen. Dat is wat is uitgelegd, ook traditionele geneeskunde, dat er ook een soort aura om een persoon is. In feite, als je dus een vaccinatie hebt gekregen, ontwikkel je dus eigenlijk een weerstand op. Dus je lichaam gaat ook daarop bereiden, ze creëren daarop. En je gaat dus eigenlijk je aura of je magnetisch veld ook anders natuurlijk instellen. En dus dat ook een aantrekkingskracht kan ontwikkelen. Ik ben niet professioneel op dat gebied, maar ik neem aan dat dat gebeurt. We zien dus uit beelden dat er dus een muntje gewoon plakken op de plek waar is geprikt. Maar het is, ja, hoe te verklaren van ja, het is een normaal proces vanuit het magnetisch veld die we eigenlijk normaal hebben. Ja, we zijn jammer genoeg door onze tijd heen. Ik geef u nog het laatste woord. Misschien kunt u naar de camera kijken en de mensen, kort met de mensen praten over wanneer want die rush gaat er zijn, waaraan ze zich moeten houden, de do's en de don'ts als ze naar de site gaan om zich te laten vaccineren. Ja, beste kijker, als u gevaccineerd wil worden, dan, en u bent in staat om te registreren online, doet u dat eerst. En als u niet gebeld wordt, mag u op de plekken waar er sprake is van walk-in, mag u dan aanmelden. Maar wanneer u gaat op die dag, dan doe zoals u normaal gewend bent. Gewoon normaal eten, drinken. Als u bang bent dat u lang gaat wachten en niet gaat uitkomen met die medicijnen, neem dan uw drinken mee, uw broodje. En dan en houdt u zich ook aan die Mohana-maatregel. Mondkapje dragen zoals het hoort. Uw handen wassen of ontsmetten. Geen dingen geven, dat hoeft niet. Laten we dat even laten. Geen handdruk, geen brassen. Al hebt u die mensen lang niet gezien. Hou afstand. Neem je prikje. Als je iets voelt dat niet dat vreemd is of je vraagt van kan het misschien door het vaccin, meld uw huisarts. Ja. Hou het niet voor u. Of ga naar de SEH. De SEH is de aangewezen plek voor het geval mensen zodanig klachten hebben na de vaccinatie. En blijf die Mohana hanteren, ook nadat u uw tweede prikje hebt gehad. Ja. Okay. Wilt u nog een toevoeging doen, dokter Kartom? Ja, beste kijkers. Even aanvulling, dus wanneer u dus onwel voelt, ga eerst zwabben. Als u COVID-symptomen hebt, ga alsjeblieft eerst zwabben en kent uw resultaat. En isoleer jezelf vanuit het swabmoment. Blijf even thuis zodat je resultaat te weten hoort. Ga niet naar buiten en normale proces van het werk bijvoorbeeld. Ga niet naar werk, maar wacht je resultaat rustig af. En wacht het telefoontje af en laat het biogeer of contactracing contact ook met u maken. En indien je dus gezond en wel bent, kan vaccineren op de dichtbijzijnde vaccinatiepost. En, laat u beschermen voor uzelf. Oké, dank u wel, dokter Kartoma en dokter Wijngaarden. En dank zo u. Zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van Under the Loop. We hebben voornamelijk gefocust op het vaccineren, waarom wel en waarom niet. En nog even een nabrander, op hoeveel moeten we zijn, hoeveel moeten we hebben gevaccineerd voor we voorzichtig terug kunnen naar normaal? Ja, we hebben... als we kijken naar de vorige bestaande vaccinaties tegen virussen, dan willen we boven de 95% hebben om te zeggen dat we een goede coverage hebben. Yeah. En voorzichtige projecties zijn geweest van boven de 75%, boven de 80% om een beetje te kunnen afschalen wat de maatregelen zijn. Okay. Yeah. Dank u wel, dat hebben we dat ook gehoord. Heeft u dit gemist, dan wil ik u verwijzen naar onze Facebookpagina ATV Suriname. Daar kunt u dit bericht altijd, dit programma altijd nakijken of zelfs delen met anderen. Ik wens u een hele fijne avond verder en tot de volgende week maandag. Goedenavond.